Stef. Vond je het wel terecht? Nee. Nee, ik ook niet. Ja, dan krijg je mijn stemmen, hè? Ja, maar Emma was gewoon veel beter. Vond ik ook. Ja. Vond jij haar ook veel beter? Ja. Vond je het jammer? Ja. Ja. Vond je het ook jammer? Ja, ik vind het eigenlijk echt stom. Ik vond meer dat Emma door moest gaan dan Stef. Ja, geen haat voor Stef of zo, maar ik kon Emma gewoon beter. Ik vind ook wel echt het beste, maar ja, jammer. Ja, ik vind het echt heel jammer. Maar ja, mensen hebben zelf dat besloten, dus ja, ik kan er helemaal niks aan doen. Nee. Ja. Maar we gaan wel een feestje bouwen als we terugkomen op school, toch? Of niet? Ja, vind ik van wel. Ja. Voor mij is het goed. Simon Withaar, is dit toeval dat ze zo goed is? Ja, nee, dat is aangeboren talent. Dat is natuurlijk uniek, daar word je mee geboren. En dan mogen wij hier op het Noordic met dat soort prachtig talent aan het werk. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Het valt wel op, jullie wel erg veel talent hebben. Nou, dat is mooi dat u dat zegt. Dat, ik denk dat we daar wel voor staan als school. We leveren erg veel maatwerk. We zijn een talentschool. En we hebben... Ja, vooral binnen het vak muziek, maar ook via allerlei andere platformen maatwerk voor leerlingen waar ze voor kunnen kiezen. En waar ze hun talent dan echt kunnen gaan ontwikkelen. Dus ik weet niet of het toeval is dat we nou al drie mensen die hoge ogen gooien bij de Voice gehad hebben. Maar we zijn wel hartstikke trots. Nou, we hebben dit jaar ons 100-jarig jubileum van het CLA. Daar hebben we ook een reunie van. En... Ik kan niet inschatten of het altijd zo is geweest. Ik werk hier nu 10 jaar en in de 10 jaar dat ik hier werk, ja, heb ik het altijd meegemaakt. En of dat nou de onderminister van jeugd is, of zoals Emma die gewoon staat te knallen in de finale van The Voice. Dat is wel iets waar wij als school gewoon hartstikke trots op zijn. En wat ons misschien ook wel kenmerkt. Ja. Ik vond eigenlijk dat ze de beste was, maar ja. Ja. Ik ook, natuurlijk. Ik denk dat mijn blik ook gekleurd is. Ik werk al lang met Emma. Emma is al lang leerling bij ons op school, al 5 jaar. En ik vond ook 100% dat ze de beste was. En het vierde in de finale van de grote Voice of Holland staan. Dat is toch een unieke prestatie. En of je dan eerste, tweede, derde, vierde, hoe dan ook wordt. Volgens mij was dit voor de school, voor de leerlingen van school, voor Emma, voor iedereen die erbij betrokken is geweest. Gewoon een fantastisch avontuur. Ja.